Goedenavond allemaal, welkom bij Bali. Mijn naam is Erik. Ik ben programmamaker in de Bali. En dat betekent dat ik films mag kiezen die hier draaien. Jullie zijn terechtgekomen op een bijzondere avond. De tweede avond in de vierde reeks Duivelse Dilemma's. Dat betekent dat we er al een heleboel gehad hebben van die Duivelse Dilemma's. Ik kan ze jullie nu allemaal gaan vertellen en wat we allemaal gedaan hebben bij die bijzondere avonden. Dat ga ik niet doen, want mijn tijd is beperkt. We gaan eerst vanavond luisteren naar een essay, we gaan luisteren naar een debat, dan is er een korte pauze. En daarna gaan we de film zien van vanavond, de verloren zoon. Uw host van vanavond, uw gastheer, is Kees Vlaanderen van Human. Hij zal u verder de avond doorloodsen. Dus graag een groot applaus voor Kees. Goedenavond. Een paar weken geleden, dat is een congres, waar gesproken werd over homofiele en samenwonenden en mensen die gescheiden waren of tot de kerk konden behoren. Daar sprak de paus en hij hekelde de having onder zijn bestemmelijk gehoor door hen te wijzen op een onbuigzame strengheid in de leer waarmee zij de wet boven de mens stelden. Maar, net zo goed, haalde hij ook uit naar de angstvallige progressieven die onder de bekoring waren gekomen van de verwoestende neiging tot goedheid. Zij wilden in hun bedriegelijke warmhartigheid wonden verbinden zonder eerst goed te kijken. Hoe zou je denken, wat een andere inleiding van deze avond, en dat is het verschil wel. En toch, we gaan het vanavond onder andere hebben over die verwoestende neiging tot goedheid. Hartelijk welkom. Vanavond gaat om te beginnen de première van Jaap van Heemsen. Gaat u zien, de verloren zoon, gebaseerd op het verhaal van de excentrieke Amerikaanse schrijfster Flannery O'Connor. Maar voor we zover zijn, eerst een goed gesprek op tafel waarvoor ik de gasten zo zal introduceren. En een gesproken essay van Maria Stani. Vorige maand verscheen haar nieuwste roman, Egidius, waarover recensent Fleur Speens schreef. Dit weergeloos goed geschreven boek opent je hart voor de kern van ons bestaan, waar we allemaal samen zijn. Het opent je ogen, omdat de fictie beter is dan de werkelijkheid. Kijk. Dat is pas literair engagement. En zelf zegt Maria Stani in een interview, ik weet nooit, moet ik nou Stani zeggen? Dat zeg ik dus. Stani. In een interview met NRC, in mijn boeken wil ik werelden scheppen waarin cynisme en nihilisme niet het laatste woord hebben. Misschien is dat ook de reden waarom ze zich zo aangetrokken voelt tot het werk van Amerikaanse auteur Flannery O'Connor. Nooit ben ik zo intimiderend maat genomen als door haar verhalen, schrijft Maria Stani. Luister naar haar voordracht van vanavond. De genadige aardvolligheid van Flannery O'Connor. Goedenavond, ik ben Maria Stani. Flannery O'Connor, de Amerikaanse schrijfster, van wie de niet minder dan stoutmoedig te noemen filmer Jaap van Heusden een verhaal heeft bewerkt en verfilmd, stelde in een van haar spaarzame lezingen dat het publiek van alle kunstenaars de verhalen vertellen met meestal zijn gelijke beschouwd. Ze zei, schilders en componisten hebben minder te maken met deze democratisering, omdat ze zich wijden aan zaken waarvan de meeste mensen niet zoveel weten. Maar de verhalenverteller schrijft over het leven. En daarom schat iedereen met een leven zichzelf instinctief in als een evidente verhalenautoriteit. Het lijkt voor lezers de normaalste zaak van de wereld dat een boek hen ter meting, ter weging, wordt aangeboden. Komt het boek tegemoet aan wat zij in een verhaal zoeken, dan wordt het als superieur beoordeeld. Maar als het boek hun gevoelige snaar niet voldoende weet te behoren, dan is het gewogen en te licht bevonden. De waarheid wil echter dat lezen een mateloos riskantere onderneming is. Bij iedere ontmoeting tussen de lezer
bij iedere ontmoeting tussen een lezer en een boek, is het maar zeer de vraag wie en door wie genezen wordt. Het is alles behalve denkbeeldig dat je als lezer geen partij bent voor een boek en dat je als lichtgericht opzij wordt gezet. Nooit ben ik als mens, als lezer, als schrijver zo intimiderend de maat genomen als door de onafhankelijke, compromisloze, authentieke, barbaars-komische, scherpzinnige, schokkende, optillende en gewelddadig liefdevolle verhalen van Flannery O'Connor. Flannery O'Connor, zij leefde van 1925 tot 1964, groeide op in Georgia in het hart van het diepe zuiden van de Verenigde Staten, ging als student naar Iowa en naar New York, publiceerde als 24-jarige haar eerste roman, Wise Blood, en kreeg op haar 25e de ziekte waaraan haar vader in 1941 was overleden, een auto-immuunziekte. Haar gebroken gezondheid dwong haar terug te keren naar haar geboortestreek, waar zij in het kader van de secure verzorging die ze nodig had, samen met haar moeder op een boerderij ging wonen. Letterlijk en figuurlijk beperkt in haar bewegingsvrijheid, zorgde een weldoordacht, glashelder geloof, ze behoorde met een bezielde overtuiging tot de Rooms-Katholieke Kerk, in combinatie met onverschrokkenheid en humor ervoor dat ze van de dood een deugd maakte. Ze leerde de afzondering en overzichtelijkheid van haar bestaan te zien als de ideale voorwaarde om op het scherpst van de snede werken van de verbeelding te kunnen schrijven. In de resterende 14 jaar van haar korte leven, ze werd niet ouder dan 39 jaar, schreef ze een 20-tal verhaal, gebundeld in A Good Man is Hard to Find, and Everything That Rises Must Converge, en de roman Divide and Bear Away. En tussen de bedrijven van het schrijven door, ontving ze allerhande bezoekers, correspondeerde ze geducht over de luchtigste en essentieelste zaken, en gaf ze haar moeder, met wie ze een warme, ontspannen verstandhouding had, niet aflatende kopzorgen over de bloemen etende, explosief groeiende pauwenkolonie die ze uit een aloude voorliefde voor pluimvee op naam doet. Hoe is het mogelijk dat iemand zo jong, zo ziek en zo ver weggestopt in een achtergebleven gebied mij met haar excessieve verhalen keer op keer in de waagschaal schrijft en te richten vindt? Voor Flannery O'Connor bezit een kort verhaal een even groot volume aan betekenis als een roman. Beide genres moeten, ongeacht het aantal pagina's, lang in depth zijn en klare diepgang bezitten, zodat onthuld kan worden dat in de zintuiglijke wereld de waarheid besloten ligt dat het bestaan een eeuwig mysterie is. De diepere lagen van een waarachtig, uit zintuiglijk waarneembare details opgebouwd verhaal moet men niet proberen te interpreteren of vast te pinnen door er psychologische of morele etiketten op te plakken. Die diepere lagen kan men in hun organische volledigheid ondergaan, ervaren. En zo'n ervaring kan, als er een beetje geluk op rust, uitdijen en uitdijen in de geest van een lezer. Haar verhalen spelen zich zonder uitzondering af in de wereld die ze vanaf haar geboorte kende. Het Christ-haunted diepe zuiden van Amerika, waar mensen vaak een leven leiden waarin fundamentalistisch vervormd protestantisme, racisme en bekrompenheid een verbinding aangaan met armoede en ongeschooldheid. Veel personages die ze opvoert, onder meer een door de erfzonde belaagde jongen die de kerk zonder Christus predikt, een ontsnapte misdadiger die uit overtuiging verdorvenheid tot zijn tweede natuur heeft gemaakt en gewoontegetrouw een heel gezin plus grootmoeder uitmoordt. Veel van die personages verschillen in hun geregeld groteske verschijningsvorm en extreme gedragingen op het eerste gezicht hemelsbreed van moderne, wereldwijze mensen. Je hoeft echter geen zwaargewichtlezer te zijn om al snel te beseffen dat de hoofdpersonen van deze woeste, maar tegelijkertijd feestelijk humoristische verhalen ons, wereldwijze mensen, onze eigen armzaligheid tonen. Een armzaligheid die mogelijk aan het zicht wordt onttrokken door onze economische en culturele status, maar die door toedoen van de lauwheid van onze liefde en de apathie van onze zelfgenoegzaamheid niet zomaar tot het verleden zal behoren.
Toch is het alles behalve het einddoel van de verhalen van Flannery O'Connor om ons in onze hoogmoed en povere kleingeestigheid te kijk te zetten. Zelf verwoordde de schrijfster haar centrale onderwerp als volgt. Het gaat in mijn verhalen steeds opnieuw om genade die ten deel valt aan mensen die erg onwillig zijn om die genade zijn transformerende uitwerking te laten hebben. Onwillig omdat er eerst diepe wonden geslagen moeten worden voordat een mens wezenlijk kan veranderen. De werking van genade, daar gaat het om in de verhalen van Flannery O'Connor. Om ten overstaan van hedendaagse lezers, vaak rationele atheïsten, en ten overstaan van zichzelf, zoiets ongrijpbaars als genade een granieten werkelijkheidsgehalte te geven, maakte haar verbeelding keer op keer gebruik van personages die de schok van een frontale aanval te verduren kregen. Die schok moest voor een lezer evenveel impact bezitten als voor het geteisterde personage. Zoals alleen een diamant kan snijden, zo kan alleen een verwoestende klap versteende harten splijten. Het is me een raadsel dat de strategie van de genadige hardhandigheid niet heeft kunnen voorkomen dat er nog heel wat lezers zijn geweest die haar houding ten opzichte van haar verhaalfiguren laakten als koud, wreed en cynisch. Het is waar dat de liefde voor de vaak weinig bevoorrechte mannen, vrouwen en kinderen in haar boeken verschoond was van voor de hand liggende compassie. Maar dit betekende niet dat ze haar groteske en perverse personages neerbuigend behandelde of bespotte. Sterker nog, zij verontrust ons, haar lezers, door de personages die wij voor... Zij verontrust ons, haar lezers, door de personages die wij voor bijgelovige freaks versluiten, te tonen als geweldenaars, als dragers van het vuur dat de violence of love kenmerkt. Haar eigen violent love voor de onbevoorrechte mensen over wie ze schreef, werd gevoed door een hoge ernst en was verweven met een niet zachtzinnige eerbied voor hun aangeboren eigenheid. Het was een gestaalde liefde. In een brief aan een vriendin schreef ze, was liefde maar een stok, dan kon je er tenminste flink mee om je heen meppen. Schokkend, hardhandig, excessief, dat is ook het verhaal dat Jaap van Heusden heeft uitgekozen om tot de film te bewerken. The lame shall enter first, zo heet het verhaal. En het gaat over de alleenstaande vader Shepard, die een jaar daarvoor zijn vrouw is verloren. Over zijn 10-jarige zoon Norton, die gebukt gaat onder het verdriet om de dood van zijn moeder. En over de 14-jarige, hoogbegaafde delinquent Rufus, die volgens zijn eigen fundamentalistische geloof verdoemd is omdat hij in de greep is van de duivel. Shepard, een 40-jarige seculiere rationalist, die zichzelf inschat als een waarachtige weldoener, besluit de straatjongen in huis te nemen. Hij denkt daarmee twee vliegen in één klap te slaan. Hij wil zijn zoon, die hij zelfzucht verwijt omdat hij zich verliest in rouw, een les in onbaatzuchtigheid leren. En hij wil Rufus kleden, voeden en verlossen van zijn bekrompen geloof, zodat hij met al zijn intelligentie in zijn, Shepherds, rationele en filantropische voetsporen kan treden. Shepard merkt al snel dat hij zich verschrikkelijk heeft verkeken op zijn liefdadigheidsproject en dat Rufus volkomen ongevoelig is voor de daden en de wijsheden van zijn weldoener. Wat volgt is een mentaal gevecht op leven en dood, waarbij Shepard er tegen al zijn verwachtingen in langzaam van doordrongen raakt dat hij geen partij is voor de fundamentalistische straatvechter die Rufus is. De verbijsterende ontknoping, de genadeklap die Flannery O'Connor voor Shepard in petto heeft, zal ik hier niet beschrijven. Maar de hardhandigheid ervan doet een lezer naar adem snakken. En, naar adem snakkend, weet diezelfde lezer dat rationele overpeinzingen over wat Shepard in het centrale uur van zijn leven overkomt niet opwegen tegen het genadige geweld dat al zijn waarheden in één klap binnenste buiten keert. In de tijd dat de verhalen en romans van Flannery O'Connor verschenen, zo'n 50 à 60 jaar geleden, bestond het leeuwendeel van het leespubliek al uit mensen die waren gevormd door seculiere, humanistische, rationele idealen. Het was in die omstandigheden niet verwonderlijk dat haar verhalen veelal grondig werden misverstaan. Wat men zag was een schrijfster die een groot satirisch vermogen bezat
om de groteske atmosfeer van het Christ-haunted diepe zuiden van Amerika op papier tot leven te wekken. Wat men niet zag of niet wilde zien, was dat het mens en het wereldbeeld van Flannery O'Connor hemelsbreed verschilde van hun eigen diepste overtuigingen. Nu, in 2014, staat de mondiale culturele elite zo mogelijk nog verder af van de christelijke traditie waaraan Flannery O'Connor haar verstand en hart verpandde. Het getuigt in mijn ogen van niet minder dan onverschrokkenheid dat een filmer als Jaap van Heusden het aandurft een verhaal als The Lame Shall Enter First over te hevelen naar het hedendaagse, voorbeeldig seculiere Nederland. Tot slot, nu Jaaps film deel uitmaakt van een serie die Duivelse Dilemma's is genoemd, en omdat de duivel in The Lame Shall Enter First een centrale rol speelt, wil ik hier graag een citaat geven uit een van de brieven van Flannery O'Connor, waarin zij spreekt over de duivel. Een collega-schrijver beweerde dat zij schreef met de pen van de duivel, en daarmee is ze het niet eens. Ze schrijft: de reden waarom we het hier nooit over eens zullen worden, is de volgende. Er is een verschil tussen onze twee duivels. Mijn duivel heeft een naam, een geschiedenis en een welomschreven missie. Zijn naam is Lucifer, hij is een gevallen engel. Zijn zonde is hoogmoed en zijn oogmerk is de vernietiging van Gods plan. Ik heb het sterke vermoeden dat jouw duivel Gods gelijke is en niet een van zijn schepselen. Dat hoogmoed zijn deugd is en niet zijn zonde. En dat zijn missie niet neerkomt op de vernietiging van Gods plan, omdat er helemaal geen plan van God is dat vernietigd hoeft te worden. Mijn duivel is objectief en de jouwe is subjectief. Voor de meeste van ons, zo vermoed ik, zal het geen duivels dilemma zijn om uit te maken welke van de twee door Flannery O'Connor beschreven duivels die van ons is. Het is de vraag of onze hoogmoed getuigt van naïviteit of van gezond verstand. Dat was het. Ja, ik ga de hartelijk dank, maar dat zei ik net al tegen je. Ik ga de gast aan u voorstellen. Stefan Sanders, en daar waren wij wel blij mee, die noemde hem de denker van de dilemma's. Omdat hij altijd weer bereid is om zijn eigen idealen onder het fileermes te leggen en te ontmantelen. En daar geen nieuwe zekerheden voor in de plaats stelt. Denker van de dilemma's, en volgens Sanders is dat een geuzennaam. Ik ben een tegendenker, zei Hans Achterhuis, bereid. Altijd bereid om mezelf de maat te nemen. Altijd bereid om zichzelf de maat te nemen en als moed pootje te lichten. Hij was denker des vaderlands en schreef verschillende klassiekers in de geschiedenis van de Nederlandse wijsbegeerte. Recent verscheen De kunst van het vreedzaam vechten. Zijn oeuvre verbindt filosofie met actuele maatschappelijke vraagstukken. In zijn magnum opus Met alle geweld en in de utopie van de vrije markt stelt hij de soms destructieve rol van idealisme aan de kaak. En ook schroomt hij niet om zichzelf te fileren, ik zei het al. Hans Achterhuis. Redders als hulpverleners redden het niet, zegt René Bruin. Bruin was jarenlang directeur van het Lloyd Hotel en andere justitiële inrichtingen. Hij maakte later in zijn carrière de overstap naar beleid, bestuur en inspectie. Hij werkte voor justitie en de inspectie jeugdzorg. Ook op persoonlijk vlak is Bruin bekend met de problematiek van vanavond. Hij nam namelijk zelf 2 pleegkinderen in huis samen met zijn voormalige vrouw. René Bruin. Natasja Gerson is een veelzijdig mens. Ze schreef verschillende romans, columns voor Vrij Nederland, verhalen voor de Groene Amsterdammer. En we maakten ooit samen een documentaire over Nico Bodemeijer. De man die de geschiedenis inging als degene die de eerste racistische moord in Nederland pleegde op Kermin Duinmeijer. Net bleek ons dat
Nico Bodemeijer bij René Bruin in het gevangen zat tijdens het eten. Die verhouding van Natasja met Nico Bodemeijer was bijzonder, omdat de skinhead Bodemeijer en de kraakster Natasja in verschillende kampen behoorden. Maar dat wil hield haar er niet van om altijd, zijn leven lang, contact met hem te houden. Ook al was dat niet altijd eenvoudig. Natasja, oh ja, nee, dit nog. Mocht u uw toekomst willen laten voorspellen, dan kan dat ook. Want hier is Sansperij Natasja Gersel. Ja. Later. Lekker. Ja, ik sla er even mijn neus op. Jullie zijn alle drie ouders. En ook ouders van pleegkinderen. Hans, jij en Tini hebben samen kinderen, twee kinderen. En op een goed moment hebben jullie gedacht, er is plaats voor pleegkinderen, neem ik aan. Ja, dat was in de tijd dat ik met verbazing rond, voornamelijk jonge mensen, maar in de jaren 60 het Jack en Release. Ze actief waren in het onderbrengen van weggelopen kinderen. Wij hadden de nodige contacten en we dachten dat we daar in elk geval wat bij konden helpen. Dus we hebben 4 keer, soms kort, maar soms ook behoorlijk lang, kinderen in huis gehad. Ja. Wat was jullie motief om dat te doen? Wow. Toch wel een soort idealisme waarschijnlijk, maar voornamelijk ook. Eigenlijk de meeste vrienden deden het. Het was gewoon een soort club die we hadden. Toen erbij. Ook die natuurlijk weer voortkwam uit een anti-autoritaire crash. Dat paste er allemaal bij in die tijd. En daarna dus die pleegkinderen in de omgeving. Of pleegkinderen was het woord niet. Het waren gewoon weggelopen kinderen. En die werden dan een tijdje opgevangen. Ja. Oké, maar het hoorde bij de tijd, zei je. Het hoorde bij de tijd, ja. Maar die tijd was er wel een die zei... Het was geen groot idealisme van... wij gaan kinderen redden of zoiets. Heb je het er met je vrouw over gehad op dat moment? Of jullie dat zouden gaan doen? Nou, het was, we zagen dus bij hele goede vrienden dat het goed kon lopen. En wij gingen dus meedoen. En ja, meteen als ik het verhaal las, denk ik... van daar was ik niet helemaal eens met de interpretatie. Dat vind ik het spannende van verhalen. Van dat er iets heel belangrijks gebeurt in de relatie met een kind wat dwars ligt. Dat kind is geen vast, laten we zeggen, duivels gegeven. Maar die wordt ook duivels door de reactie van de andere kant. Ik bedoel, dat was mijn ervaring zelf. Mm-hmm. Dat je in een verhouding komt. En ik was vrij star in die tijd. Misschien nog wel trouwens. Maar zoals jij me geïntroduceerd hebt, niet meer. Nee. Maar ik heb dus heel veel geleerd dus van die botsingen dus, met die kinderen. Ook over mezelf. En dat vind ik niet in het verhaal terug. En ik lees het verhaal dus heel sterk als van, daar is een jongen, die Rufus, die pikt dus die vreselijke, afschuwelijke goedheid niet. En die gaat zich inderdaad verweren met een beroep de duivel. Maar of die inderdaad in zijn andere contacten ook in die duivel gelooft, ik weet het niet. Maar misschien sta ik er te ver vanaf. Nou ja, misschien kunnen we het er later nog even over hebben. Dan kan ik eerst de andere nog maar even Maar je wordt iemand in relatie tot iemand anders. En je bent niet iemand alleen zonder die relatie. En in die relatie verander je allebei ontzettend veel. Oké, maar toch, wat je zegt, ik heb daar veel van geleerd. Maar wat was er in die confrontatie dan wat jij van jezelf ontdekte? Wat ik van mezelf ontdekte is dat ik toch, net als de hoofdpersoon in het verhaal, een soort idee had van, God, wat ben ik een goede vent. Dat ik dit soort dingen doe. Dat zei ik dus niet hardop en dat speelde niet. Maar dat was op de achtergrond wel aanwezig. Ja, vond je ook en dat, dat je plotseling merkt, althans ik merkte dus, het was een terugbuigen over mijn eigen verleden, van dat je in bepaalde verhoudingen redelijk sterk kunt zijn op een gegeven moment. En dat je ontzettend flexibel moet zijn om met kinderen die het moeilijk hebben gehad, inderdaad, om te spelen en om te gaan. Ja. René,
Mag ik het nee zeggen? Dat hadden wij helemaal niet afgesproken, maar dat mag, hè? Ja, oké. Okay. Jij en jouw vrouw hadden geen kinderen en kregen twee kinderen. Ja. Op jonge leeftijd al. En ja. Dat was al lang geleden. Wat was voor jullie het motief om pleegkinderen in huis te nemen? In de eerste plaats, wij kregen geen kinderen. En wij wilden wel graag kinderen opvoeden. Mm-hmm. En wij zijn ook een tijdje zijn wij bezig geweest van zullen we interlandelijke adoptie kinderen adopteren. En toen wij zaten alle twee, werkten wij in de jeugdzorg. En wij wisten dat er dus heel veel kinderen waren in de jeugdzorg. En met name ook kinderen in onder erbarmelijke omstandigheden, de zogenaamde risicobaby's. Ja. Die een warm thuis zouden ontberen. En wij hebben ons toen daarvoor opgegeven. En na een bepaalde screening zijn er toen ook twee baby's zijn er toen ook geplaatst. En dat was in midden in de jaren 80. Dus mijn zoon en mijn dochter zijn dus nu ook al 26 en 28 jaar. Ja. En zijn ze nog bij jullie? Nou ja, ze zijn al volwassen. Mijn dochter niet. Mijn dochter... woont met haar vriend al 8 jaar woont zij samen. En mijn zoon die woont bij mij en die is nog steeds onder mijn hoede. En die is 26. 26. Nu vroeg ik je dat net even vooraf. Ja. Ik zei, wat is nou de belangrijkste kwaliteit die een pleegouder moet hebben? En toen dacht je heel lang na, misschien ga je het nu weer doen of nu heb je het gevonden, dat weet ik niet. Maar zou je dan nog, wat is die belangrijkste kwaliteit? Ik denk dat als pleegouder de belangrijkste kwaliteit dat is een trouw, een onvoorwaardelijke trouw naar kinderen. En nu heb ik het dus over pleegkinderen die niet korte tijd ergens blijven, maar die dus langere tijd, die uit zodanige multiproblemachtige gezinnen komen, dat ze niet terug kunnen naar die gezinnen. Dat je daar dus veel trouw voor moet hebben. Je moet van kinderen, je moet van mensen houden, ook van jezelf, in dat interactionele proces. En je moet een ontzettend uithoudingsvermogen hebben en flexibiliteit om dat allemaal te kunnen begeleiden. Want opvoeden, welk kind dan ook en voor welke opvoeder dan ook, ik denk dat opvoeden de moeilijkste taak in het leven is. Mm-hmm. Het enige waar je ook geen diploma voor hoeft te hebben. Maar nou, daar hebben we andere voorbeelden van. Daar komen we zo op. Ja. Maar trouw zeg je, hè? Waarom... Ja, dit lijkt een open deur. En toch vind ik het fijn als je het antwoordt. Waarom is trouw zo belangrijk voor pleegkinderen? Omdat pleegkinderen die weggehaald worden bij hun biologische ouders. En dat was in ons geval was dat zo. En dat was ook absoluut noodzakelijk, omdat ze anders mogelijkerwijs nu niet meer geleefd zouden hebben. Die moeten bij mensen komen die dat ook kunnen bieden. En als mensen dat niet kunnen bieden, en dat is bijzonder moeilijk, dan gaan ze van pleeggezin naar pleeggezin of van pleeggezin naar tehuis. En dan ontwikkelen die jonge mensen, kinderen, jonge mensen ontwikkelen allemaal afweermechanismen hoe ze zich in het leven staande kunnen houden. Ja. Maar daar worden ze vaak niet gelukkig van. En als je ze zoveel mogelijk een situatie kan bieden die zeg maar in een normale, goede opvoedingssituatie is, in een warme, affectieve opvoedingssituatie, dan zijn kinderen daar heel erg mee geholpen. Natasja, jij hebt je tot nu toe bezig gehouden met... nee, eerst even, je bent moeder van twee kinderen. Twee kinderen, grote kinderen inmiddels. Grote kinderen, ja. Die zo tegen de volwassenheid of daar net overheen zijn. 21 en 18, ja. En jij hebt je de afgelopen tijd met crisisopvang vooral bezig gehouden. Ja, dat is gewoon begonnen uit situaties in eigen kring. Dus kinderen die je al kende of die je via iemand anders kende en... mijn ouders hebben dat vroeger ook gedaan. En dan denk je langzamerhand van, nou, dat kan eigenlijk best en dat kan wel wat vaker. En dan moet ik bijzeggen, hier gingen dus om kinderen echt voor lange tijd. En dat wil ik wel gaan doen. Maar dit is altijd bijna eigenlijk altijd een paar weken tot een paar maanden. En dat zijn dan altijd
jongeren, dus geen kinderen, geen kleine kinderen of jongeren vanaf 14 tot 18, die meestal ook zeg maar in een soort voor justitieel traject zitten. Dus die als ze niet ophouden met wat ze doen, echt in de problemen komen. En hoe ging dat bij jullie thuis? Zei jij dan van nou, kom maar binnen? Of had je het erover? Had je het erover met je echtgenoot of vriend? Ja, zeker. Ja. Nou, bij de eerste niet. Want dat was dus gewoon in het informele, zal ik maar zeggen. En daar heb ik eigenlijk niks overlegd. En daar heb ik gewoon maar dat doe je zeg vaker. Maar gedaan. Ja, dat doe ik altijd. Dus dat, en dat ging ook prima. Ja. En, maar natuurlijk, als je dit serieuzer op gaat pakken. En zoals nu zou ik eigenlijk ook wel een hoop. Hoop ik dat dat volgend jaar ook gaat gebeuren, dat wat structureler allemaal. Mm-hmm. Ja, natuurlijk overleg je dat, moet je ook goed op één lijn zitten. Oké, ben je het met René eens dat trouw een van de belangrijkste kwaliteiten is die je moet kunnen bieden? Ja, absoluut. Ja. Mijn leidraad is, nou ja... Maar wat, dat betekent nogal wat, hè? Want je kan de toekomst niet voorzien. Dus, ja, het is soms moeilijk omdat je... Bij crisisopvang dus heb je eigenlijk helemaal niks te zeggen over kinderen die bij je geplaatst worden. Die gaan altijd terug naar ergens anders. Soms naar hun eigen gezin, soms naar een instelling. Soms ben je het met dingen helemaal niet eens, maar daar kun je niks over zeggen. Dus die trouw die wordt ook op de proef gesteld, omdat je die in feite niet mag vertonen. Omdat als ze weg zijn, dan is jouw bemoeienis eigenlijk afgelopen en je hebt geen enkel mandaat. Ja. Dus daar is dat wel moeilijk. Daar is moeilijk, maar als jij nu denkt aan... Hè, nu sta je voor de keuze eigenlijk om, of je hebt hem al gemaakt... om voor langdurige tijd je aan kinderen te committeren, dan... Nou ja, dat doe ik ook omdat mijn mandaat dan groter wordt. Want dan heb je ook nog eens wat in de melk te brokkelen. Dus dan, dan wordt het in feite... krijg je ook de mogelijkheid om trouw te vertonen. Waarom denk jij eigenlijk dat jij een goede pleegouder bent? Omdat ik niet om de tuin te leiden ben. Omdat ik niet te blazeren val. Dat zie je ook heel erg in dit verhaal. Dat vond ik het ontzettende sterke in dit... Ze hebben misschien het verhaal meegekregen van Maria Stadien, maar ze hebben de film niet gezien. Oké, nou, dus, in het verhaal... Goed, laten we in ieder geval proberen de film niet al te veel te verklappen. Nee, oké. In het verhaal heb je de situatie waar bijna praktisch als die jongen binnenkomt... en die jongen is obstinaat en heeft ook een soort satanische présence... en zegt ook gelijk dat hij bezeten is, of wat, hoe hij het ook formuleert. En die man zegt... dat is natuurlijk onzin. De duivel bestaat sowieso helemaal niet en jij bent al helemaal niet bezeten. Maar ik kan je waarschijnlijk helpen met je problemen. Ja, dat is op dat moment denkt zo'n jongere, ik noem dat altijd nobody knows the trouble I've seen. Zij hebben altijd meer meegemaakt dan jij, is hun premisse. Ja. Dus jij kunt wel van alles zeggen wat ze moeten doen of wat ze moeten veranderen of wat de bedoeling is. Maar wat weet jij daarvan, pratende pantoffel? Dat is altijd hun uitgangspunt. Je hebt niks van het leven gezien. Ja, jij weet niks van het leven. Je woont hier ergens in de Rimbo en je ziet eruit als een sukkelige hippie en zij zullen wel even over je heen lopen. Ja. Dat is altijd het begin. Ja. Nou. En daar gaan ze achterkomen. Maar wat je eigenlijk daarmee zegt is, dus dat is een kwaliteit die jij hebt aan te bieden. Jij laat je dan, binnen, maar je laat je niet om de tuin leiden. Ja, maar ik heb niet in het begin de arrogantie om gelijk al te zeggen, of ook zelfs maar te denken, want ik denk het echt niet, van ik kan jou... Ik weet het beter. Ik weet het altijd beter, ik kan jou helpen met je probleem. Ik zal dat varkentje wel eens even wassen en we zullen een geheel een nieuwe versie van jou zo meteen wil afleveren. Als je dat als uitgangspunt hebt, dan ga je gewoon stuk lopen. Ja. Maar goed, jij ziet het toch als een kwaliteit dat jij zelf het nodig hebt meegemaakt. Ja. En niet gemakkelijk om de tuin te leiden bent. En je weet dus gewoon, ze kunnen tegen jou niet zeggen van, ach, wat weet jij nou van het leven? Nee. Is dat een voorwaarde? Ja, in mijn opinie wel, maar dat is misschien ook heel arrogant. Ja. Had jij ook al genoeg meegemaakt in het leven om weerstand te bieden? Niet dat de kinderen allemaal meegemaakt hadden. Nee. Ik had ook niet veel pedagogische pretenties. Mijn kinderen waren 9 en 10. En ze konden gewoon meedraaien, de kinderen die er waren. En
verder moesten ze maar in elk geval deels hun eigen gang gaan. En er waren een aantal regels natuurlijk die bij ons in huis golden, ook vanwege de kinderen. Jij was heel star. Maar nogmaals, ik denk dat ik me wel kon inleven in die kinderen. Ik bedoel, je hoeft niet dat soort dingen meegemaakt te hebben die zij meegemaakt, okay. Om toch te weten wat het zou kunnen betekenen. Ja. Hey, nou is trouw dus al een paar keer gevallen, hè, als een belangrijk begrip. Ik neem aan dat jij dat ook een belangrijk begrip vindt, of niet? Ja, ik weet het niet, omdat het, ik weet niet of ik heb het begrip in elk geval zelf nooit in die tijd gehanteerd. Ze kwamen soms voor korte tijd, hè, weggelopen. Dan na een week konden ze soms weer naar huis toe teruggaan. Ja, woord trouw? Nee, daar had ik het niet. En ik heb dus ook wel meegemaakt dat, en dat is voor mij een soort confrontatie met het verhaal, dat het zo mis kan gaan dat je zegt, dit kan niet langer, ook vanwege mijzelf en vanwege mijn eigen kinderen. En, wat gebeurde, hè? En dan is er dus, trouw is dan niet het woord. Dan is trouw hoogstens het woord wat je voor je eigen kinderen hebt. Hè? Als er drugsgebruik in huis plaatsvindt, dan denk je met die kinderen, dat kon gewoon niet. En dat kon niet. En, zou jij daar iets meer over willen vertellen, wat er dan gebeurde? Of waar je in conflict kwam tussen de keuze voor je eigen kinderen of dat pleegkind wat je in huis had gehaald? En waar je ook een verantwoordelijkheid voor voelde, neem ik aan. In dit geval was het een beetje zoals Natasja zegt misschien, via vrienden van ons, dat het kind bij ons kwam. Dus er was geen sprake van dat toen het bij ons knapte, en ik in elk geval zelf niet meer tegenkom, dat het kind op straat kwam staan of zoiets. Die kon weer teruggaan waar die vandaan kwam dus. Okay. En dat was heel duidelijk in overleg was die bij ons terechtgekomen. Mm-hmm. Dus dat was ook geen kwestie. Het was meer van trouw aan mijn eigen kinderen, denk ik, dat ik dacht van, dat mag ik ze niet aan doen met mijn groei. Ja. Want jij vond dat je kinderen bedreigd werden door dit pleegkind? En niet bedreigd, maar het was een soort milieu waar in elk geval de oudste van ons, mijn zoon, toch wel mee zou kunnen gaan met drugsgebruik en zoiets. Dat vond ik geen goede zaak voor een jongetje van die leeftijd. Dus dat moest dus gewoon niet. En toen dat niet veranderen kon, ja, ik zei toen van dat kan dan niet langer meer, dat zijn een aantal regels bij ons in huis. Ja. Dus het woord trouw kwam niet bij mij op eigenlijk hoor. Dus wel een soort verantwoordelijkheid die je dus aanvaardt. Okay. En die betekent inderdaad dat je een hele tijd door kunt gaan. Ik denk dat trouw dus zonder meer geldt als je dus inderdaad dat lange perspectief hebt van kinderen. Maar ik kreeg dus kinderen die meestal toch in elk geval uit heel moeilijke situaties kwamen. En die soms kort en soms lang opgevangen werden. Ja, zijn er grenzen aan? Ja? Misschien met trouw, als ik het had over trouw bedoelde ik meer zoals true. Zal ik maar zeggen dat je ook eerlijk bent. Dat je niet... want daar wordt ook heel snel doorheen geprikt. Dat als je hypocriet bent of als je meelult alleen maar zodat ze je mogen of zo. Of dat je ook trouw blijft aan jezelf en wat je werkelijk, dat je werkelijk zegt wat je denkt en niet dingen anders formuleert. Nee, dat herken ik wel, zo. Ja. Dus ja. Trouw in die zin bedoel ik. Zijn er bij jou momenten geweest dat je dacht, oh, nu komen mijn kinderen in het gedrang? Mij? Ja? Nee. Oké. Okay. Zijn er grenzen aan de hulp die je kan bieden? Ja, tuurlijk. Ja. Het kan heel moeilijk zijn van wat kinderen allemaal van je vragen. Kijk, ik zat ook zo'n beetje te denken van hoe was het bij mij? Nou, ik zat even uit te rekenen, ik was me eigenlijk nog niet eens zo bewust, maar ik was ongeveer een jaar of 40 toen de kinderen dus bij ons in huis kwamen. Dus je hebt wel al veel levenservaring en ik had ook al een hele loopbaan in de zorg, in de jeugdzorg achter de rug met de allermoeilijkste kinderen. Dus ik wist er ook, zeg maar, als deskundige wist ik dan wel veel van kinderen, maar kinderen weten zodanig je over grenzen heen te trekken van die je denkt dat je zelf niet eens hebt. Ik ben bijvoorbeeld niet heel makkelijk kwaad te krijgen, maar mijn kinderen kunnen me dus binnen een aantal seconden bovenop de kast. En ik denk dat een heleboel mensen dat hier wel zullen herkennen. Maar dat geldt ook voor je eigen kinderen natuurlijk. Dat geldt natuurlijk ook. Dat geldt, ik denk dat voor alle kinderen geldt. Er zijn grenzen, maar die zitten ook vaak in de bagage die kinderen meenemen. Bijvoorbeeld als het niet goed gaat op school, als het niet goed gaat
op het gebied van later van drugsgebruik, dat ze dat veelvuldig dat gaan doen, dan kan je je daar natuurlijk heel machteloos in voelen. Je kan daar heel veel aan doen en dat probeer je ook allemaal. Maar ja, uiteindelijk loop je toch aan tegen grenzen van waar je niet overheen kan. En dan zal je daar toch ook mee om moeten gaan. En als partners met elkaar en met die kinderen, en om daar toch op een zo goed mogelijke manier uit te komen. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat daar dus, er gaat in de pleeg, in pleeggezinnen gaat er natuurlijk ook, gaat het een aantal mensen, is de draaglast is te groot voor de draagkracht die zij aan kunnen bieden. Dus ja, dat, kan je je daar lelijk in vergissen? Ja. Ondanks het feit dat pleegouders daar goed op voorbereid worden, of zo goed mogelijk op voorbereid worden, is de praktijk toch altijd heel anders dan de theorie. En het is zwaar om kinderen goed op te voeden. En met name om kinderen die allerlei handicaps met zich meedragen, om dat goed te doen. En dat ook nog in relatie met elkaar te doen. Ja. Er zijn zeker grenzen. En je noemde dat ook al aan het begin. Als je een te grote redderachtige idealisme hebt, en ik begrijp, ik heb de film ook niet gezien, maar dat de hoofdpersoon dat mogelijkerwijs heeft, dan kan het falikant kan het dan misgaan. Nou, dank je voor het bruggetje. Want, ja, tot je dat. Maria, ik wist het niet. Maar, ja. Maria sprak er in ARC al ook over deze man die het doel heeft. Ze heeft het over een seculiere rationalist die een weldoener wil zijn en die denkt twee vliegen in één klap te slaan, namelijk de treurigheid van zijn eigen kind, waar die misschien niet helemaal raad mee weet, en een jongen redden, en 1 en 1 is 2, dat komt goed uit, maar hij komt flink te kijken te staan, hè? Omdat hij, nou ja, Hans, hoe kijk jij, als je uitgaat van deze beschrijving, wat is dit voor een man? Het viel mij vooral op dat hij inderdaad met een grote hoofdletter een redder is. Hij wil een jongen redden. En ik ken het uit therapie uit die tijd. Je had ook de reddersdriehoek. Van als iemand niet gered wilde worden, dan werd hij achtervolgd. Ja. En dat zie je dus in de film ook een klein beetje gebeuren. Ik zal niet verklappen hoe het allemaal gaat. Maar in elk geval, voor mij was dat een soort herkenningspunt in het verhaal. Helemaal los van of je nou een pleegkind in huis neemt of niet. Dat ik dat in elk geval uit mijn werk ook heel goed ken. Mm-hmm. Ik moest denken bij het voorlezen van het essay aan een artikel. Wat mij in die tijd heel erg geïnspireerd heeft van Ivan Illich. The Seamy Side of Charity. Zeg maar de smerige kant, de ravenrand van barmhartigheid, liefde, weet ik wat. Ja. En dat ging dus over de manier waarop de Amerikanen dus een hulpverlening aan Latijns-Amerika in die tijd, de Alliance for Progress, voor vooruitgang opbouwden. En dat was, als je de voorbeelden las, zo vernederend, die hulpverlening, dat ik inderdaad begrijp, los van hoe Latijns-Amerikanen uit zichzelf waren, dat ze zich daar met allemaal macht tegen moesten verzetten. En dat is denk ik dat reddersyndroom, wat veel wijder is dan in deze film natuurlijk. Oké, ken jij ze, dit soort hulpverleners? Die lijden aan dit soort redders? Ik denk dat het eigenlijk helemaal niet zo, want ja, ik moet heel eerlijk zeggen, als je niet een kind wilt redden of in elk geval helpen of hoe je het ook maar wil noemen. Ja, ik bedoel, waarvoor zou je het dan doen behalve misschien voor een vergoeding of wat dan ook? Ik denk dat het reddersyndroom, ja, ik kan niet zeggen dat ik er helemaal gespeend van ben of zo. Je hebt dat toch een beetje in. Je wil graag dat het goed gaat en je wil daar ook alles aan doen. En als je dat niet een klein beetje hebt, ja, je moet niet een soort messiascomplex hebben of zo. Maar als je dat niet een beetje hebt, dan begin je er denk ik niet aan. Ik denk dat de crux ligt bij het verwachten of het voorstellen of je zou zelfs kunnen zeggen dagdromen, wat die man dan doet, over dankbaarheid. Ik denk dat daar de crux ligt. Verwacht geen dankbaarheid. Want dat kind heeft er niet voor gekozen om bij jou neergezet te worden. Het kind heeft er sowieso niet voor gekozen om uit zijn eigen omgeving weggehaald te worden. Dat is wat gebeurt in het leven. Jij komt dat kind tegen, dat kind komt jou, hoe het ook in zijn werk gaat. Jij kunt dat kind wel graag willen redden. En het is hartstikke mooi als dat lukt. Dat is de beloning op zich. Maar als je dan verwacht van, oké, nou moet er wat tegenover staan. Bijvoorbeeld
in zijn latere leven of zo, zou dat kind jouw lessen of jouw wijsheid ter harte moeten nemen? En als hij dat niet doet en hij doet iets compleet anders, dan is dat kind ondankbaar. Dat is waar het misgaat. Je moet gewoon geen dankbaarheid verwachten. Geldt ook voor ons ook voor eigen kinderen. Geldt ook voor eigen kinderen, ja. 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 Hans, jij hebt veel nagedacht over utopieën. Is dat, zie jij een verband hier? Dus is deze rationele idealist die toch vol goede bedoelingen zit, dat kan je hem niet kwalijk nemen. Waar leidt hij nou eigenlijk aan? Wat is nou het probleem? Ja, laten we nou niet vanavond over utopieën erbij gaan halen. Ik denk dat een utopie inderdaad degene die hem ontwerpt ook wil dat iedereen gelukkig wordt en dat hij ook erkend wordt, want hij heeft iedereen gelukkig gemaakt. Ja. Maar dat is denk ik de grote stap vanuit de film ooit verhaal. Mm-hmm. Maar waarom is dat ik, ik zou dus wel zeggen, nogmaals, ik had dat redden was voor mij veel belangrijker dan dat rationalisme van die man enzovoort, hoor. Ik vond het redden, dat vond ik het meest naar voren springen dus in het verhaal. Film zullen we dus af moeten wachten. En ja, nogmaals, ik zie dan wat er gebeurt in een botsing met zo'n kind met een bepaalde achtergrond. Dat kind gaat zich ook tegen hem richten. En hij gaat weer tegen dat kind richten. En dan krijg je dus inderdaad die botsing. Nogmaals, ik geloof zelf niet in de duivel. Dus ik denk dat kind bedenkt dat verhaal van die duivel. Ik heb daar wel een jaar gezeten dus in Amerika in dezelfde tijd dat het verhaal speelde. Ik kan het wel een beetje herkennen, maar nogmaals, ik denk van een kind dat zich verzet in die situatie. Zegt natuurlijk van, ik ben voorbestemd door de duivel. Maar tegenwoordig zou je zeggen van, mijn brein zegt dat ik dat moet doen of zoiets. Ja. Okay. Ik denk dat, daar deed het me echt aan denken aan de moderne equivalenten van zou zijn. Een kind wat gediagnosticeerd is met iets met een paar letters achter elkaar en daar rotsvast aan vasthoudt. Ouders ook trouwens, weet je wel. Ja, maar het kind heeft hupse flups mm-hmm. en daarom kan hij er nergens wat aan doen. En medicatie moet en één pil vergeten en ja, dan gebeurt er iets verschrikkelijks en dan ligt het daaraan. Dat, ja. dat vind ik eigenlijk equivalent van huis door de duivel bezeten uit de 50e jaren. Nou schrijft Maria, die citeert O'Connor en die zegt dan, zoals prachtig citaat, hè, mooi geformuleerd, maar misschien is de betekenis wel duister. Zoals alleen een diamant kan snijden, slijpen moet dat staan volgens mij, zo kan alleen een verwoestende klap versteende harten splijten. Ja, dat vond ik toch een beetje raar, want wie wil nou een hart splijten? Ik denk niet dat de bedoeling is om een hart te splijten of te breken of zo. Ja. Dus dat love-element daarvan kan ik niet helemaal... Het vervolg was, je moet diepe wonden slaan, wil je een mens kunnen veranderen. Ja, maar die, in dit geval waar we het over hebben, dan zijn die wonden er al lang. Dus dan hoef je er niet meer bij te maken, denk ik. Ja, maar ik dat geldt voor het kind, maar misschien niet voor de vader in dit verhaal. Ja, ik moest sterk bij haar essay dus denken, de titel zegt het al natuurlijk, aan Disgrace van John Coetzé in Ongenade. Ja. Daar worden harde klappen uitgedeeld dus. Maar er is wel een verandering aan het eind, zou ik zeggen. Maar genade? Nee. Nee, de klappen blijven ontzettend hard, hoor. En ook in de film, denk ik. Maar dan moeten we afwachten. Oké, okay, goed, gaan we afwachten. Nou, toch. René, jij bent directeur geweest van het Lloyd Hotel. Daar zaten jongeren en dat was... Nou, daar kwam je niet zomaar terecht. Hè? Nee. Over Ik denk zelf dat die verwoestende klap versteende harten moet splijten. Kijk, een versteend hart, dat is vervelend. Dus om die weer kloppend te krijgen, dan moet je daar misschien een flinke klap op uitdelen. Herken jij je daarin bij die jongens die jij onder jouw verantwoordelijkheid had? Vonden jullie ook dat je soms dat er echt gewoon hard op ingeslagen moest worden? Wilde je daar iets in kunnen veranderen? Nee, dat vind ik niet. Als je zegt van er is al hard op die jongens ingeslagen... Ja. Die daar vaak zagen. En dan gaat het van hun vroege jeugd tot op het moment dat ze opgenomen waren. En dat geldt zowel fysiek als dat mentaal voor hun gold in hun hele leven. Dan was er hard op hun ingeslagen. En het heeft dus ook weinig zin dat als jongeren voor een zwaar delict, want daar werden ze voor opgenomen... In een gesloten justitiële inrichting komen, om daar dan ook hard op in te slaan. Ja, oké, maar het perspectief is natuurlijk, komen die jongens, op een gegeven moment moet je ze weer vrijlaten. Ja. En wat voor jongens heb jij vrijgelaten? Jongens die weer tegen het leven aankonden? Of het leven weer aankonden? Daar deed je natuurlijk wel je best voor, maar daarin was je heel beperkt in. Mm-hmm. Zowel qua tijd
Wat in 16, 17 jaar, wat dat fout gaat, dat kan je niet in maand of in 2 maanden of in 3 maanden kan je dat repareren. Ja. En ook zelfs al gaan jongeren daarna naar een behandelingrichting, dan heeft dat ook bepaalde effecten. Maar het gaat er dus veel meer om. En ook zelfs in deze tijd, waar het toch ook vaak heel repressief wordt nagedacht, is het toch van de behandeling van wat er met deze groep van jongeren, ja, met een heel hoog recidieve percentage, omdat ze allemaal weer in buurt terugkomen met hun oude vrienden, zal je toch veel meer op een behandelingsachtige manier er tegenaan moeten, mm-hmm, dan dat je dat via de harde klap of dat soort aanverwanten kan doen. Zijn er momenten geweest dat jij zo'n jongen, nou, die ging dan, ja, dat je gedacht hebt, hier kan ik niks mee en niemand kan er wat mee? Een opgegeven geval. Veel. Ja. Zeker in die tijd. Ik heb veel jongens de Oostelijke Handelskade op zien lopen met een vuilniszak waarin hun spullen dan zaten. En waar dus er niet, die ineens geschorst waren of waar geen hulpverlening nog voor geregeld was. En waarvan je dus dacht van, ik ben benieuwd wanneer ik die terugzie. En dat gebeurde dan ook regelmatig, omdat er dus ook te weinig, ze hadden geen kamer, ze hadden ze hadden geen geld. En dat was een groot probleem. Dat is nu in deze tijd, is dat beter. Maar het blijft natuurlijk, en dan heb ik het over een groep die overigens sterk slinkt, omdat er steeds minder jongeren strafrechtelijk in inrichtingen verblijven. Okay. Maar dat blijft een groot probleem. Natasja, die jongens die komen binnenkort bij jou aan de deur. Precies, want het is de reden dat ze niet naar inrichtingen gaan. Ja, dit keer neemt je vriend ze mee en die zegt van, god, ik heb er weer eentje opgeraapt. En dan gaat in werking treden dat jij denkt van, ja, nou ja, dan moet ik het wel volhouden ook, of niet? Ja, dat weet ik dus niet, hoe dat op de lange termijn is. Ik denk. Maar hoe zie jij dat? Kan dat mislukken? Ja, tuurlijk kan dat mislukken. Ik denk. Dat kan mislukken. Dan kun je en waar ligt dat dan aan? Veranderen. Ja, dat weet ik niet. Kijk, het is natuurlijk ook zo dat je moet niet. Het is niet een homogeen recept voor hoe wat een ontspoorde jongere is of zo. Ja. Dat zijn zoveel verhalen, zoveel verschillende mogelijkheden. Ik denk wel dat er één. En dat zie je ook in dit verhaal wel terug, en dat zul je waarschijnlijk ook in de film zien. Ik denk dat er één heel sterke rode draad is, en dat is zich niet kunnen hechten of niet geloven in hechting, omdat dat al te vaak teleurgesteld is. En dat gewoon echt het moeilijkste is om te repareren, omdat dat gewoon ook zo'n weerzin tegen elke vorm van, weet je wel, zodra ze voelen dat ze nader tot iemand komen en zo, dat ze dan echt daarop echt actief op reageren en zichzelf de andere kant. En dan dus gewoon iets doms doen om dat aan zichzelf te compenseren en zo. En ik denk dat hechtingsstoornissen echt het allermoeilijkste en slechtste is. Nou, die jongens die hebben dan, of meisjes, hebben achtergrond gehad. Hou jij ze toch verantwoordelijk voor wat ze doen? Of zeg je van ja, die kunnen er niks aan doen? Tuurlijk. Ik denk dat als je denkt van hier is niks meer aan te doen. Of dit is allemaal omstandigheden en ze kunnen nergens wat aan doen. Kijk, weet je, ik denk dat ook in dit verhaal ook, zie je op een gegeven moment, en dat vond ik wel herkenbaar aan de hoofdpersoon in dit verhaal, dat hij de fout maakt om te denken, oké, deze jongen is duidelijk zo intelligent. Die heeft een IQ van 140, dat is dan ergens getest. Dus die is intelligent, dus daar kan ik wat mee. Daar kan ik aan wat aan veranderen. Dat een heel grote misconceptie is. Want het omgekeerde geldt wel. Als iemand een IQ van 85 heeft, ja, dan is het gewoon, ja, dan in die regio, dan valt er zelfreflectie gewoon weg. Dan kun je niet van iemand verlangen om over zichzelf na te denken in die zin. Dus dan, ja, dan heb je veel minder handvaten. Dus als iemand slimmer is, dan zou dat makkelijker moeten zijn. Maar dan zijn er weer een heleboel andere compenserende factoren. Maar desondanks vind je dat factoren. Iemand verantwoordelijk blijft. Ja, tuurlijk. Ja, ja.
Ja, want anders kun je, dan weet je niet meer waar je moet beginnen. Ja, als ik de jongere ben en ik kom bij jou, dan krijg ik één kans en dan... Niet één kans, maar wel, kijk, als het allemaal gewoon alleen maar een soort moedwillige uitbuiterij zou zijn of zo, ja, dan houdt het op. Nou, ik had nog heel veel meer, maar en ik heb er nog eentje. En daarvan gaat Hans zeggen, nou, die past ook helemaal niet in deze avond misschien wel. Maar ik ga hem je toch voorleggen, Hans, want hij komt, dan moet ik hem wel even opzoeken. Vertel. Ja. Ik ben benieuwd. Maria, die zei net in haar essay dat de jongen in het verhaal, verdoemd door zijn fundamentalistisch gevoel... Oeh, nee, dat is helemaal niet. Ja, deze is het. Spoiler. De vader. De vader, hè, de idealistische rationalist, is volgens Staly geen partij voor de fundamentalistische straatvechter. Is dat verontrustend? En heeft hij gelijk? Ja, dat klopt. Maar ik vind dan toch weer... En dan ben ik het Natasja wel eens van, hij wordt ook een straatvechter door die man. Ik weet niet of hij een straatvechter is, dat weet ik echt niet. Ik ken hem alleen maar in de relatie tot die man. En fundamentalisme is een heel slecht woord, want fundamentalisme is een nieuwe vorm van geloof die te maken heeft met het afzetten tegen de moderniteit. Wat in het zuiden bestond was geen fundamentalisme, dat was een diep geloof. Maar dat noemen we fundamentalisme, is een moderne term van de laatste 20, 30 jaar. En daar was geen sprake van dus. En ik denk dus van, er gebeurt iets in die relatie dus. En ze maken elkaar kapot. En ik kan alleen maar zeggen wat jij ook zei van, als ik naar mijn eigen ervaringen kijk met de kinderen die in ons huis zijn geweest, kan ik zeggen dat het bij ons in elk geval voor de helft goed ging en bij de helft niet goed ging. Maar dat kinderen wel verantwoordelijk zijn en dat ik dus wel van een van die kinderen waar het misgegaan is, weet dat het later heel goed gekomen is. Ze kunnen hun verantwoordelijkheid nemen. Ik was misschien, of ik kon er niet tegen of zoiets. Maar men kan, je kunt je eigen, als je aangesproken wordt, kun je die verantwoordelijkheid nemen. Nou, geen beter einde dan dit. Heel hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en jullie bijdrage. We gaan. Kees, hartelijk bedankt. Dames en heren, bedankt. We hebben zo direct eerst een pauze. Die duurt 20 minuten om jullie de gelegenheid te geven om iets te drinken, te plassen, je handen te wassen en weer terug te komen in de zaal. Die 20 minuten gaat nu in. Dat betekent dat wij stipt aanvangen met de film om 9:55. Volgende week. En dan zijn we terug op dinsdagavond. Ja. En dat is dan dus 18 november. Vertonen wij de film Geraakt. Voorafgegaan door een gesproken essay. En ook weer eenzelfde soort debat. Maar dan met andere mensen. Wil je weten wie dat zijn? Kijk op de site. Koop een kaartje aan de kassa. Dat kan op dit moment nog. Of kom gewoon terug volgende week. Dan zien we jullie dan weer. Fijne avond nog. See the sunlight is beaming. Shades on something messy, I'm drinking. Head out the window, I'm cheesing. No, you ain't heard a song in a while that's there to give you this feeling. So you can just take a slow, come to breakfast and attempt to do better, even though you know better. Working and working, I don't get fed up. Rusty as you're working, you learn as you keep your head up. That's that. Keep me to yourself and don't share me with no one else. I felt things here that no one's fault. It's just me here and no one else. It's just me here and no one else.